dit weekend. Dan heb jij een race, ik heb uiteraard zitten kijken. Ja. Fenomenaal snel, vanzelfsprekend. Mm-hmm. Want je verpulvert dat record eigenlijk best wel. Alleen, je had het over de bochtentechniek. Ja, ja, jij was fenomenaal slecht. Fenomenaal slecht, zeg. Ja. Jij zwabbert er helemaal uit. Ja. En ondanks dat, en dan maak je dus veel meer meters... Zeker. Ben je nog sneller dan meneer Davis ooit was. Zullen we even kijken naar... Moet jij vertellen wat de fout gaat eigenlijk? Als je zo... Het kan sneller. Vooraf gaan vertellen nu, of moet ik het tellen? Nee, het kan zeker sneller. Het kan dus sneller. Oh, het kan zeker sneller, ja. Ja, maar we gaan nu eerst even kijken. Dus dat ging het ook, maar een dag later. Maar jij geeft commentaar bij je eigen wereldrecord... en dan spaar je zelf niet als het gaat om... Nee, ik zal me niet... Nee. Daar komt-ie. Oh, sorry, hier. Oh. Ik keek verkeerd. Nee. Hier zie je mij nog even niet. Kijk, hier hou ik hem ook gigantisch goed aan de blokken, zie je? Bijna aan zijn blokken, want hier ga ik al de buitenbaan in. Kijken. Ik heb denk ik ook wereldrecord 1100 meter gereden in plaats van 1000 meter. Ja, kijk, hier rijd ik wel weer goed. Alleen, ik neem gewoon shit aan. En ik zei net in de vorige rit dat Davis, die kon goed op de bagage dragen. Maar hij ging wel op tijd naar binnen, nam de rust voor de bocht om zijn positie in te nemen en gewoon leunen. En ik bleef te lang achter Lorenzen rijden. Ik dacht, nu nog snel naar binnen. En dan leun je niet goed genoeg. En dan door de snelheid, je rijdt ruim 60 km per uur, dan kan je hem gewoon niet naar die blokken trekken. En dat is heel zonde. Dus inderdaad, Mark Brie heeft gelijk. Dit kan nog een paar keer sneller. Ja, dit kan sneller. Ja, zeker. Ja, nou, ik reed de dag daarna op mijn 1500, tijdens mijn 1500 meter heb ik een snellere 1000 gereden dan mijn 1000 meter. Ja. Snap je dat? Ja, dat snap ik zeker, ja. Ja, dat snap ik. Nee, ik zag je met een soort lege blik kijken. Ja. Even, we gaan straks naar de 1500 meter. Okay. Maar goed, we lezen de krant en dan lezen we alles en veel details. Jij hebt voor een nieuwe schoen gekozen. Mm-hmm. Midden in het seizoen. Zeer ongebruikelijk, want de schoenen worden volgens mij via een mal helemaal op je maat gemaakt. Klopt. Wat mankeerde er aan de vorige? Niks. Maar? Ja, puur voor gewoon effetjes. Dat zijn mentale dingen, hier op een nieuwe schoen. Ik begon het seizoen eigenlijk supergoed met een baanrecord in Insel. Toen werd ik rond de kerst twee keer Nederlands kampioen. Ik had er niks te klagen.